Bal alweer heroverd door Willem II. Nu is de organisatie nog niet in orde. Meerveld, Meerveld, natuurlijk. De talisman van Willem II doet het. Zijn meespeler betwist. Maar hij is o zo belangrijk voor het elftal van Peter Maas. En dat illustreert hij hier. En weer de zorgvuldigheid zichtbaar bij Helmond Sport. Eén keer waren ze dat niet zorgvuldig, gelijk de tegentreffer. Nu komen ze ook weer een heel eind. En is daar nog een kans om op gelijke hoogte te komen. En Smits voorkomt dat. Maar dan is daar natuurlijk weer Martijn Kaars met een gelijkmaker. Leeft voor doelpunten. En met zijn 16e van dit seizoen heeft hij nu ook echt officieel de koelkast binnen. Nu een uitbraak van Willem II. Het begint dus met een mislukte variant. Het is niet zo dat het helemaal open ligt. Maar Helmond haast zich terug. De vraag is, zijn ze op tijd? Zijn ze op tijd? Nee dus. Prachtige uitbraak van Willem II. En het is Oosting die de koploper andermaal op voorsprong zet. Gewoon maar direct voor de goal. Smits komt, gaat weer terug. Kaas vangt op. En die legt hem daar aardig neer. En een knappe reflex zeg van Smits. Uitbraak weer van Willem II na een corner van Helmond Sport. Het zal toch niet weer dat Willem II toeslaat in de omschakeling. Het zal toch niet weer dat Willem II toeslaat in de omschakeling. Ja, jawel dus. Want ze krijgen een strafschop van der Eijk. Bijna een uur onderweg. En het is 3-1. Zij nemen een voorschot op de periodetitel. Die nu heel dichtbij is. Bokila met de loopactie. Wat een geweldige bal. Bokila. En dat is in eerste instantie de redding. Maar dan frommelt hij hem alsnog binnen. Nummer 8 vanaf de bank. Maar wat een paas zeg. Dat maakt dit doelpunt vooral. De tweede periode is voor Willem II.